We zijn hier bij het Oostervoortse Diep. Deze rivier is onderdeel van de waterstroom van het Peizerdiep naar het Lauwersmeer en is het afgelopen jaar opnieuw ingericht. De natuurlijke loop van de rivier is hersteld, waardoor het water weer stroomt en het land wordt gevoed. De herstelde beekdalgronden dienen als waterberging, waardoor het gebied beter bestand is tegen uitersten als extreme droogte of hevige neerslag. De aanwezige planten en dieren, waaronder de zeeforel, hebben nu een rijker leefgebied en een mooi natuurlijk wandelgebied is ontstaan. Een van de vele voorbeelden van waardevol herstel van natuur in relatie tot de mens. Tegelijkertijd een prachtig voorbeeld van een project uitgevoerd in een samenwerking van het waterschap Noorderzijlvest met provincie, gemeente, boeren, bewoners en natuurbeheerders.